Oké, en even over Jamal Ben Sadiq dan maar. Wat is waar, wat is niet waar? Ik hoor zoveel geruchten op social media dat hij de reservepartij zou zijn voor het geval als Rico of Levi zou uitvallen, maar dat is dus niet waar? Ik weet helemaal van niks, dus hij zelf ook niet, dus ik weet niet waar die gerucht vandaan geruchten zijn. En laatste dopingtesten, is dat waar? Allemaal, ik hoor allemaal geruchten, maar ik hoor niks van Glory zelf. Het is gewoon heel simpel. Zelfs een puffje voor astma valt onder de doping. En iedereen weet met wat voor ziekheid te kampen heeft. En ja, er zijn bepaalde middelen die hij gebruikt voor zijn ziekte. Staan op de dopinglijst. En ja, wat moet ik ervan zeggen? Medicatie, dat is geen drugs. Ja, het is medicatie. En dingen opgeven, et cetera. Ja. Wat is nou even het volgende plan? Die jongen moet gewoon zo snel mogelijk draaien, dat is het. Dus maar kan hij nog een Glory mee? Is het gerucht waar? Wie? Het was op all over social media dat ze... Als je social media moet geloven, is iedereen... Nee, daarvoor vraag ik jou. Dus wat is de next step? Als het goed is, zijn we in onderhandeling en ik hoop dat hij niet december eerst volgende event wel draait. En, dus, en als dat niet zo is, ja, dan gaat Jamal iets anders doen. Dan gaat hij lekker boksen. Maar Melvin is bezig met boxing influencers. Dan gaat hij lekker boksen bij... Hey, we gaan maar even buiten. Hey, uiteindelijk moet die jongen zijn brood verdienen, toch? Nee, maar dat staat ook wel op social media. Nee, maar uiteindelijk moet die jongen toch zijn brood... Dat doe ik doe toch mee? Ik heb het gelezen. Die jongens zijn broodvechters. Ze vechten niet het hobby. Het zijn gewoon broodvechters. Uiteindelijk moet er gewoon brood op de plank komen. Wat was er met Jermaine gebeurd, de Randami? Die zou vechten, is ook niet doorgegaan. Jermaine, ja, die brak er de vinger. Oh, en, dus kwam van haar kant. Ja, oké. Dus die gaat er, die komt er weer aan dan, hè? En waarom moeten we morgen kijken? Het is een kaart waar u tegen zegt. Ik denk dat het allemaal mooie partijen zijn, stuk voor stuk. Ik denk dat dit een collision-waardige gala is, dus ik zou zeggen morgen kijken. Yes, gaan we doen. SB Gym, succes morgen. Oes. Thanks.